Ze is 22 jaar, weegt 56 kilo en meet 1,73 meter. Ze is geboren in Roosendaal, de plek waar ze ook nog steeds traint bij atletiekvereniging Thor. Ze is een hardloopdier in hart en nieren en een ideale pupil voor haar trainer Jack Wouters. Lotte is in principe een 800-1500 meter loopster. Waar we dit jaar gaan kijken of de 1500 is haar hoofdafstand dit jaar. En nou, wellicht is dan de 800 is daar een tussenafstand om te zorgen dat die 1500 meter beter gelopen gaat worden. Ze traint, tot nu toe traint ze 8 of 9 keer per week, waarbij twee krachttrainingen. Ze traint ongeveer een 70 kilometer loopkilometers per week. In trainingstages dan komt ze naar de 100 kilometer toe. Twee baantrainingen, een aantal bostrainingen, dus ze doet er erg veel voor. Lotte van der Boom heet ze dus. In Zundert loopt ze dit weekend de 800 meter. Niet direct haar afstand, want dat is de 1500 meter, maar wel een belangrijk trainingsmoment. En niet geheel onbelangrijk, Van den Boom is blessurevrij. In 2007 en 2008 heeft ze door een voetblessure geen wedstrijden kunnen lopen. En nu mag ze dus weer. Ik heb er zin in ieder geval. Het is gewoon kaart rennen, één lange rechte weg en gewoon gaan. Ik heb er zin in. Ja, want dat is apart hè, in de atletiek. Ja, inderdaad. Normaal gesproken is het twee rondjes op de atletiekbaan. En nu dus één rechte weg. Maar ik heb vorig jaar ook meegedaan en het is me heel erg goed bevallen. Dus ik kom weer terug. Waarom is dat zo goed bevallen? Ja, omdat het gewoon anders is dan normaal. En het is iets nieuws. Het is een nieuw initiatief. En ja, daar ben ik altijd wel voor. De wind is denk ik, als je een rechte weg loopt, wel een belangrijke factor. Ja, op zich is hij wel redelijk belangrijk. Ik heb net gevoeld en hij staat wel een beetje tegen, maar je loopt wel tussen de huizen. Dus ik hoop dat het een beetje meevalt met de tegenwind. Dan gaat het in de atletiek natuurlijk altijd om de tijden. Doe ze een voorspelling. Ik heb twee jaar geleden 2:14 gelopen. Ik ga nu weg op 2:16, hoop ik. Ja, omdat het dan toch net iets anders is. Je hebt geen tegenstand, want je loopt helemaal alleen. Dus 2:16 zou mooi zijn. De loop zelf ging goed. Er lijken wat problemen te zijn met de tijdwaarneming, want alle deelnemers aan de 800 meter klokken zichzelf een paar seconden sneller dan de officiële tijd. Maar duidelijk is in ieder geval dat Van den Boom tweede is geworden. Ik zie op het bord dat ik als tweede sta, dus dat is wel mooi. Ja. Tweede snelste tijd, maar welke tijd, dat weet ik nog niet. De wind hadden we het van tevoren over. Ja, het viel wel mee eigenlijk. Het eerste stuk wel, was even de eerste 50 meter. Daarna schoten we tussen de huizen en geen last meer van eigenlijk. Gewoon doorlopen. Hoe ging het met je lichaam? Geen verzuring? Ja, wel hoor, de laatste 100 meter vooral. Maar ja, daar staat al dat publiek daar en dan wil je eigenlijk wel echt doorlopen. Dus dan voel je dat bijna niet. Is het gegaan zoals je wilde? De opbouw bijvoorbeeld? Ja, inderdaad. Ja, het is wel goed gegaan. Dit is geen wedstrijd waar ik wil pieken. Maar ja, het is gewoon een hele mooie wedstrijd. En het verloop van de wedstrijd ging ook goed. Ik liep gewoon mooi op schema. Dus. Ja. Kun je voor ons leek eens uitleggen hoe je zo'n race van tevoren bijvoorbeeld in je hoofd indeelt? Oké. Ik begin eerst gewoon lekker met inlopen. En dan is het zo van, wat voor tijd denk ik ongeveer te gaan lopen. En het belangrijkste is gewoon dat je de eerste 200 meter niet veel te hard gaat. En daar stond nu, Paul stond daar en die zei precies mijn tijd en dat was perfect. Op de 400 stond weer iemand om mijn tijd te roepen. En dan heb ik ook in mijn hoofd van, het gaat goed. Dus je spreekt van tevoren dus gewoon tijden af die je gaat lopen. Het slotwoord laten we aan trainer Jack Wouters. Een tijd van ongeveer 2:16 in een trainingswedstrijd is goed. Maar tot wat is Van den Boom uiteindelijk in staat? De opbouw verloopt tot dusver erg goed. Ik verwacht dat ze dus de aansluiting met de nationale top binnen nu en een jaar of anderhalf kan gaan maken. En dan heeft zij in principe de potentie om Europees, misschien wereldkampioenschappen te halen? Nou ja, goed, dat is natuurlijk wel het streven. Want als je bij de Nederlandse top zit, dan kijk je uit naar internationale toernooien. En dat zijn Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. En mogelijk Olympische Spelen. Maar goed, dat is natuurlijk heel erg ver weg. Maar heeft ze het in zich? Nou, ze heeft het zeker in zich om Europese toernooien. Want dat heeft ze al laten zien als junior. Dus waarom niet als senior?